Ja, goeiedag, welkom bij NH Leeft. We zijn midden in Amsterdam. U zag daar de Westertoren. We zijn in de Jordaan aan de Bloemgracht. En we zijn hier in een atelier. Het is niet heel groot, maar er zitten wel vier fantastische kunstenaars, kan ik ze eigenlijk wel noemen. Illustratoren. Nou, dat heb ik best goed gedaan eigenlijk. Ik was bang dat ik over dat woord zou struikelen. De reden dat we hier zijn, de aanleiding is één van hen. We gaan ze natuurlijk allemaal heel even af. En dat is Floor Reeder. En zij heeft Alice in Wonderland op geheel eigen wijze opnieuw tot leven gebracht, kan ik dat zeggen? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, dat vind ik heel leuk als je dat zo zegt. Ja, dat was wel mijn idee, inderdaad. Ja. Wat een fijne binnenkomer van me. Laat ik dan meteen jou een plezier hebben gedaan. Ja, precies. Nou. En het is 150 jaar geleden dat Alice in Wonderland de eerste druk uitkwam. Ja, klopt. 150 jaar geleden. Ik geloof dat hij vorige week Lewis Carroll jarig was, eigenlijk. Zijn verjaardag. Wat kan ik daarover zeggen? Dat was natuurlijk een superleuke opdracht. Ik vond het heel spannend om te doen, want het is al zo vaak zo mooi gedaan. Het is zo'n groot boek, hè, wat iedereen kent en zo. Iedereen kent het, dus de verwachtingen waren heel hoog. En ik had nog niet zo heel veel ervaring, dus ik vond het wel een beetje moeilijk. Maar ja, op een gegeven moment denk je van, kom op, dat kan ik gewoon. Ik heb niet zo heel veel ervaring, je hebt heel veel prijzen gewonnen. Ze zijn echt niet aan te slepen voor je. Dat is niet hetzelfde. Ik heb heel veel ervaring met prijzen winnen, maar ik heb maar heel weinig ervaring met boeken maken. Ja, ik denk dan, als je ervaring hebt met prijzen winnen, dan kun je alles. Ik heb bijvoorbeeld nooit een prijs gewonnen. Nee, nog nooit. Ik had ook nog nooit een prijs gewonnen. Ik had één keer, volgens mij heb ik een cd gewonnen bij een lijstje invullen. Maar echt waar? Ik nog nooit. Nee. Dat vind ik echt. Ik heb nog niet eens stroopwafels gekregen van de postcode loterij of zo. Echt niks. Wat zielig. Ja, nou, dank dat vind je. Ik echt stom. Van mij krijg je zo'n stroopwafel. Lekker, dank je. Ja, want je bent morgen jarig, hè? Ik ben inderdaad morgen jarig. Ja, ik ben morgen 30. Ja. Oh, en vind je dat ook echt een... Nee, ik vind dat prima, ja. Okay, dat gaan we dus verder. We gaan het gewoon niet meer over hebben. Nee, precies. Ik wil wel even meteen naar je werk doen. Eigenlijk meteen naar Alice in Wonderland. Mensen denk ik, u thuis, Alice in Wonderland. Dan zien wij een blond meisje in een blauw jurkje met een wit blouseje. Ja, nee, inderdaad. Dat had ik ook voor ogen. En toen dacht ik, één ding, dat ga ik niet meer doen. Een soort Uber Chantal Jansen was het eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Maar de Chantal Jansen vind ik dan nog wel een pittige dame. Maar deze was echt een beetje tuttig en heel veel huilen. Ja, ze huilt ontzettend veel in het boek. Ja, dat was ook wel even... Ik ben helemaal niet bijgebleven. Nee, want dat vergeet je dan als kind en dan vind je dat normaal. Maar als je het dan terugleest als volwassene is het een beetje jammer. Maar, dus jij wilde af van de huilenbalk? Ja, ik wilde inderdaad af van de huilenbalk. En ik dacht, ze moet een beetje stoerder eruit zien. Want ze is best wel stoer. Ze doet best wel veel dingen. Ze stort zich wel overal in. Maar ik dacht, er moet gewoon een beetje pittige tante worden. En met een beetje zoals deze hier, kan het weer niet laten, maar het valt ook wel meteen op, hè? Waarom hangt ze daar? Ja, zoiets. Is dat je inspiratie geweest voor Alice? Dat is mijn inspiratie, ja. Dat is overal mijn inspiratie voor natuurlijk, ja. Oké, nou laten we eens even kijken, want we hebben het nou wel de suspense, hè? Ja. Kijk, mag ik zo brutaal zijn? Ja, natuurlijk. Nou, dit even is voor de camera, dan gaan we, dan gaan we zo... Ja. En dit is een illustratie uit het boek. Wel iets uitvergroot. En even kijken, hier links hangt een poster van het boek. Nou ja, het is eigenlijk het hetzelfde. En wat kan ik erover vertellen? We wilden het een beetje klein boek hebben, dus een beetje een bijbelachtig. Dit is de eerste, dus er zitten allemaal kaarten in die ik heb gekregen. Maar een beetje een klein boekje. En als je het omdraait, heb je Alice in Spiegeland. En allerlei illustraties. Gaan we iets langzamer doorheen, want je gaat zo snel dat ze... dit is wel een leuke. Dit is de laatste. Maar dan kan ik Alice niet zo goed zien, hè? Nee, dat is waar. Wacht even. Dit is trouwens wel mijn kat. Geïnspireerd door mijn kat. Dus dat vind ik zelf dan weer heel leuk. En jij hebt een zwarte kat? Ik heb twee zwarte katten. Twee zwart-witte katten. En welke is dit dan? De dit leukste? Is Danny. Danny heet hij. En ik heb Elvis, maar die is wat zagrijniger. Dus die is wat minder. Die komt dan toch wat minder vaak voor. Ik zit even te kijken. Hoe hou je daar? En dan denk je onderbewust iets minder van? Nee, dat niet. Tuurlijk niet. Dat zou ik natuurlijk nooit op de camera zeggen. Dat is slim. Deze is wel leuk, want dit is een winkeltje. En dat vond ik dan heel leuk om zelf allemaal dingetjes zo op de achtergrond in te tekenen. En dit zijn bezempjes die hangen bij mij thuis ook overal. En een tegelvloertje, wat ik natuurlijk heel graag zou willen hebben, maar natuurlijk niet heb. Nou ja, ooit. Wat niet is, kan nog precies, komen. Dat is waar. Maar wat ik nou zo leuk vind, is dat jouw Alice een brilletje heeft... Ja, bijvoorbeeld een al. En een hoodie en in het andere deel... Hoodie capuchon. Ja, sorry. En in het andere deel een petje, of hoe noem je dat? Een hoedje. En all-stars aan. Ja, je wilt toch een beetje een outfit waar je jezelf ook in kan vinden. Ja. Dus dat leek me wel... Dat ging eigenlijk heel vanzelf. Maar dat vinden heel veel mensen heel opvallend. Maar dat was voor mij echt heel duidelijk gelijk al. En dan heb je het gedaan en dan zijn de kritieken lovend eigenlijk, hè? Ja, dat gaat echt super goed. Lekker, hè? Ja, dat je toch nog iets anders had verwacht, vind ik dan wel heel geestig. Nou, ja, maar dat is een tweede. Het eerste boek had ik echt helemaal nul verwachtingen. En dat ging natuurlijk heel goed. En
ja, dan zo'n tweede boek is doodeng. Want dan denk je, ja, hoe ga ik dit ooit nog overtreffen? Ja. Je wil jezelf natuurlijk wel elke keer ietsjes beter maken. En nou ja, tot nu toe gaat het heel goed. Ja, best goed, ja. Hè? Ja. En waar we je nog meer van zou kunnen kennen is voor paroollezers. Je hebt een getekende interview in het Parool gedaan. Dan was er een journalist, Wilfried Baaiens was dat, hè? Ja, die, Wilfried Baaiens. Ja, sorry. Ja, sorry, Winfried. Die deed de interviews en jij tekende dat dan uit? Ja, klopt. Ja. Die, nou, ik heb hier eentje liggen. Ja, laten we meteen maar even zien. Dat is altijd leuk van jouw werk. Kunnen we laten zien? Nico Dijsselmer, maar die is dus niet ingekleurd. Dit is gewoon hoe ik het dan maak. En dan scan ik het vervolgens in en dan kleur ik het helemaal in. Maar dat is heel leuk. Die interviews die deed Winfried dan voor de radio, voor Radio 6. En vervolgens ging ik daarmee aan de haal, zeg maar. Dus dat was ik wil ook wel even zien hoe je dat dan doet. Want je werkt, het is niet gewoon, gewoon, hè, zoals wij... Toch? Het is eigenlijk heel gewoon. Het is gewoon... Oh. Even kijken. Nou, ik heb hier zo'n kroontjespen. En dan heb ik een potje inkt. Oh, dat brengt me helemaal terug, weet je dat? Naar de basisschool, denk ik. Nee, het is ook echt zo, dit is het. En, maar daar heb ik echt nog... Serieus, op school moest je daar nog mee aan de slag, joh. Ja. Maar dat, op een of andere manier kom ik hier dus niet vanaf. En dan doe je gewoon zo. En dan dat is ook lekker natuurlijk. Dopen en zo. Nou, ik doe het gewoon stiekem hier zo onder. Nog even. Oh, mooi. Nou ja. Oh, echt daar meteen ook forever ook. Ik heb echt een hele goede indruk achtergelaten. Het is gewoon heel makkelijk. Heel makkelijk, maar het is gewoon kroontjespen en inkt. En dat voor Alice heb ik het toch wel iets anders gedaan. Want ja, daar doelde ik eigenlijk liggen. Ja, precies. Dat dacht ik al. Ik dacht, ik doe het toch even voor om jouw verhaal rond te maken. Maar kijk, dan heb ik dus hier een licht. Dit is een beetje moeilijk voor de camera waarschijnlijk. Maar ik heb hier al een beetje opgetekend. Ja? Hij zegt, doe maar aan. En dan kan ik zeg maar zo... Het is een vreselijk geluid. Oh! Ja, ik heb dan ook altijd een koptelefoon op. Het doet me echt een beetje denken aan schoolbord. Ja, maar als je het eenmaal gewend bent, dan... En hier ga ik een kevertje maken. Er zitten hier meer mensen in het atelier? Ja, maar dat is dus heel grappig. Die hebben er minder last van dan ik. Want, Mans, jij wel, hè? Ik heb wel. Ik wil net zeggen, jij zit ernaast. Ik zit helemaal in mijn rug zo. Oeh. Ja. Misschien dat je op jouw verjaardag haar dan de koptelefoon cadeau kan doen, zoiets. Ja, ze mag wel eens mijn koptelefoon lenen. Oh, maar ik heb er zelf ook wel eentje. Ja, de vloer is beter. Ja, die vloer is beter. Maar ik heb hier eindresultaatjes liggen. Dat is misschien wel leuk, want dit is niet zo interessant. Maar dit is dan hoe het uiteindelijk wordt. En dat is dan wel leuk om zo door het licht heen... En dat druk je dan... Nee, dit scan ik dan in. Hoe scan je weer in? Oh, ja. Dat is heel nep. Ik scan het dan in en dan kleur ik het in de computer. Mooi, dus alles heel ouderwets gewerken en dan vervolgens gewoon... Ja, precies. Lange halen snel thuis. Ja, precies. Ja. Heerlijk. Ja, ja. Nou, we gaan even met jou... Leuk dit alvast gezien te hebben in ieder geval. Ja. We gaan ook nog even naar je buren toe. Ik ga meteen maar even bij jou. Hi. Ik moet even aan deze kant gaan staan, want anders kijken we naar je achterkant. Ja. Jij maakt... Kun je even uitleggen en laten zien wat jij maakt? Ja, dit zijn hele grote kleurplaten van Amsterdam. Waar je dus op kan sturen. Mag ik er één pakken? Mag ik zo... Kijk. En je kan er dus helemaal inkleuren. Er staat alles op van Amsterdam. Maar je kan er ook met je auto's overheen spelen. Dus eigenlijk echt waar? Dus 3-in-1, de kaart, een plattegrond dus. En een speelkaart voor je speelgoed. Dat zou ik voor mezelf ook echt best wel leuk vinden. Ja, volwassenen vinden het ook heel erg leuk. Ja, want er is heel veel... Nee, je kunt het ook zien als je inzoomt. Er is heel veel gewoon te zien zo op de... Ja, zeker. En we zijn nu bezig met heel Nederland. Oh ja, man, een werk. Ja. En doe je dit alleen? Nee, niet helemaal. Deels, we zijn in een samenwerking. Oké. Dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk. En waar kunnen we ze vinden? In 35 winkels in Amsterdam. En op verymappy.com. Op? Verymappy. Very. Very mappy. Very. Heel erg. Ja, heel erg mappy. Very heel erg mappy. We zijn eruit. Ja. Succes en dankjewel, hè. Ja, dankjewel. En sterkte met de herrie die Floor maakt. Ja, dankjewel. We gaan naar de andere kant. Het is precies goed eigenlijk voor jullie vieren. Ja, ik kan er misschien dat niet nog geen... Dat we hele goede vrienden zijn dat het allemaal goed gaat. Anders is het wel jammer. Even kijken. Hi. Hoi. Hi. Nou, wat maak jij? Nou, ik ben bezig met een nieuw boek. Ik maak kinderboeken. En dit is eigenlijk een testje voor de techniek die ik in het boek wil gebruiken. Oké.
Dus ik weet al waar die over gaat. En dit is de hoofdpersoon, een olifantje, maar is nog niet helemaal af. Daar en mensen die kinderboeken hebben, die kennen jou wel, denk ik, hè? Ja. Loes Riphagen. Ja, ja, ja. Ik heb vorig jaar heb ik het prentenboek van de kinderboekenweek gemaakt. Dus maar, zal ik hem meteen maar pakken? Ja, hij staat daar. Ik weet toevallig waar die staat. Kijk. Zal ik hem, gaat er iets mis als ik hem zo... Nee, volgens mij kan je hem wel... ik had hem iets makkelijker neer moeten zetten. Ja. Hè? Ja. Ja. Nou, het is me gelukt zonder dat er... Ja. En dit boek gaat over een meneertje. En dat meneertje dat heeft een hele vervelende dag. Want hij stapt in hondenpoep en zijn soep brandt aan. En zijn fiets wordt gestolen en zijn huisdiertje gaat dood. En het regent. En het regent. Laten we dat niet vergeten. Het is een grote depressie hier. Dit is heel... Heel naar voor hem, dus hij is heel sip. En dan gaat hij zijn tanden poetsen en even plassen en mijn boek lezen. En dan gaat hij slapen. En als ik wel eens een vervelende dag heb gehad, dan krijg ik een nachtmerrie. Hij gaat ook hier ook slaapwandelen. En dan komt hij eigenlijk in een nachtmerrie. Maar daarna komt hij eigenlijk in allemaal hele mooie dromen, avonturen. En dan, hij scoort in een voetbalwedstrijd. Hij vliegt, hij is de popster, de held in een concert. Nou, hij kan alles. En uiteindelijk dan kan hij de hele wereld aan. Maar hij wordt wakker. Het wordt steeds vrolijker ook, het boek. Hè? Het wordt steeds lichter. Of ligt het aan mij? Nou, daar heb ik wel een beetje over nagedacht, ja. Precies, ja. En hier wordt hij wakker. En dan kun je ook alle verschillen in de slaapkamer vinden. Met het begin en het einde. Dan, daar is heel veel te zien, zeg maar. Dus je kan alle dromen opzoeken. En hier zie je ook, zeg maar, de kaboutertjes die in de vitrinekast zaten, die zitten hier niet meer in de vitrinekast. Oh, geweldig. Die kan je allemaal vinden, ja. Dus je kan je fantasie echt helemaal los laten gaan, hè? Ja. Jij bent nog heel erg samen met het kind in jou, eigenlijk. Of is dat heel suf dat ik dat nou zo zeg? Ja, het is best wel heel suf, ja. Nee, sorry. Ik ben... het is wel een beetje zo dat ik... Al mijn grapjes, die passen wel heel goed bij kinderen. En natuurlijk, als je grote... kleurentekeningen wil maken, dan moet je toch eigenlijk wel in een prentenboeken zitten of voor kinderen illustreren, want voor volwassenen is dat toch wel iets lastiger. Ja, dus... ja, want heel veel volwassenen zijn het kind in zichzelf kwijt. Ja. Maar er zitten ook heel grapjes voor volwassenen altijd in mijn boeken. Nee, wat ik bijvoorbeeld leuk vind van die kabouters die dan bij jou zijn gaan wandelen, dat doet me denken aan een echtpaar, was in Amerika geloof ik, die altijd in de maand november doen alsof al het speelgoed van hun kinderen 's nachts tot leven is gekomen. Oh, heb je er ooit van gehoord? Die dinosaurussen. Ja, die dan in de koelkast allemaal keken zo. Ja, helemaal te gek. Ja. Ja, daar doet me dat een beetje aan denken. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, ja. Zie, heb je toch echt kind nog in je, hoor. Mag dan wel suf zijn, maar het is verdorie wel waar. Oké. Hey, en welke techniek ga je hier nu toepassen? Nou, dat weet ik nog niet zeker. Want dit is eigenlijk een beetje mijn oude techniekje die ik ook in deze boeken heb gebruikt. Maar toch wel weer een beetje anders. Maar ik wil eigenlijk nu iets heel anders doen. En nou heb ik deze, die doe ik toch nog even om te kijken of ik dit nou toch mooier vind. Maar je kan even daar kijken, achter je. Dat in het lijstje, dat soort witte. Deze, ja. Even pakken. Dit is eigenlijk de techniek die ik wil gaan gebruiken. Kijk, dat is helemaal nieuw. Dat is een collage met allemaal... Oh, maar dit is een beetje, doe me denken aan die 3D-kaarten die heel populair zijn. En dan ga ik dit ook inscannen, want ik ben sinds kort ook een beetje... op de computer aan het werken met hulp van allemaal mijn hulplijnen hier. Ja, dus ik heb want die hebben allemaal een computer, behalve jij. Ja, nou, je hebt hier een laptop, ja. Maar ik deed alles met de hand en nu sinds echt heel kort ben ik dus ook op de computer aan het werken. En dat is echt heel vet, want dan heb je veel meer in de hand en dit soort dingen kan je dus ook doen. En dan kun je nog kleur toevoegen en zo. Het wordt heel cool. Dus ik denk dat ik dit ga doen, maar ik weet nog niet zeker. Misschien heb ik volgende week wel weer een nieuw plan. En dan worden je potjes ook wel minder gevuld, zie je dat? Met al die potloten. Die zijn de laatste 2 maanden echt een beetje dat is minder geworden. Dat is wel weer jammer. Ja. Nou, ik kan er nu Wacom-pennenpunten in gaan sparen, denk ik. Oh, ja. Gewoon lekker mee laten gaan in de verandering. Ja. Ik ga heel even, maak ik een uitstapje naar je buurman, hoi. Hi. Jij bent? Friso Blankvoort. Hoi. Hoi. En wat doe jij? Ik ben grafisch vormgever en illustrator. En af en toe doe ik ook. Vrij werk, zeg maar. Exposities en dat soort dingen. Maar dit is geen vrij werk. Ik zie een hele lekkere borrelkaart opkomen. Een borrelkaart inderdaad voor een café in Haarlem, waar ik nu mee bezig ben. Krijg een beetje dorst van grafisch werk. Ja. Maar ik doe ook wat meer vrij werk. Dat ligt hier niet zo heel veel. Het zijn meer dit soort collages van losse pictogrammen, illustraties bij elkaar. Die weer met een thema te maken hebben. Yes. En dit zijn dan weer risoprints die ik verkoop en exposeer. Dus, en hoe zijn jullie eigenlijk aan elkaar gekomen hier zo? Ben jij aan de vrouwen gekomen? Zijn de vrouwen bij jou gekomen? Nou, dat is een goede vraag. Maar ik was op zoek naar een nieuwe studio. En Loes, die kende ik nog uit Rotterdam. Want we hebben allebei op de academie in Rotterdam gezeten.
Dus ik kreeg een berichtje van Loes dat ik dat hier nog een bureautje vrij was. Dus toen, zo ben ik hier terechtgekomen. En raak je nou een beetje geïnspireerd door alles wat hier omheen gebeurt? Ja, zeker weten. Ja, het is heel leuk om te zien dat het ene moment is Loes weer met Ecoline bezig. En zit Floor weer te krassen. En dan krijg je allerlei aan alle kanten ideeën natuurlijk. Vooral voor technieken. En, heb je daar een voorbeeld van? Of is het gewoon iets wat nog borrelt? Niet direct een heel goed voorbeeld nu. Ja, ik heb wel laatst ook een lekkere vraag van mij. Ja, ik heb wel laatst een illustratie met Ecoline gemaakt, maar dan zou ik wel even moeten zoeken die tevoorschijn kan trekken. Rek je dat in 2 minuten 36, denk je? We kunnen een poging wagen. Dan gaan we gewoon intussen even naar alle boeken. Van Loes, moet ik even op voorlangs. Dat was even heel close, hè? Alle boeken, komt er even bij ook hoor. Floor komt ook mee. Ja. Want Floor, je staat hier ook weer tussen, zie ik. Dit is gewoon jullie walhalla. Ja. Bovenin is Friso, want die is toch 2 centimeter langer dan wij allemaal. En dit zijn mijn plankjes die nog een beetje, die moeten nog allemaal geordend worden. En hier staan mijn prijzen. Prijzen. Ik heb hier een zilveren sled staan. Die heb ik gekregen van mijn vriendinnen. En ik heb hier een zilveren en een gouden penseel. Wat raar is eigenlijk. Dat is voor hetzelfde boek. En ik heb hier een heel leuk eentje. Een kuiken. Sorry. En ik heb net het mooiste boekomslag gewonnen. Nou, het is echt belachelijk dit deel. Nee, geweldig. Ik vind vooral die zilveren sled vind ik echt helemaal te gek. Ja, daar ben ik ook het meest trots op. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. En dit is daar ben jij. Ja, er is thuis nog wel meer hoor. Maar dit zijn de... Ik heb ze op kleur. Friso heeft ze voor mij op kleur gezet. En dan valt één ding op, hè? Blauw. Ja, ik moet meer groene boeken maken, viel op. En wit is een beetje... Dat kan je beter niet doen. Nee, hè? Dat kan je beter niet doen. Saai. Dat doet bijna niemand, volgens mij. Nee, dit is eigenlijk ook niet een wit boek, hoor. Dat is een blauw boek. Maar dat is ja, maar zo staat het bij niemand in de kast natuurlijk. Nee, heel saai. Ik vind het ook altijd heel leuk om nog een klein... Zoals hier bij Superhelden zie je ook zo'n heel klein superheldje of zo. Oh ja. Nou, ik let daar bijvoorbeeld, als ik voor mijn dochter een boek wil pakken, we hebben ook voor haar zo'n boekenkast, dat je toch de cover de eerste uitpakt, die kent ze nog niet allemaal, want we krijgen gelukkig ook heel veel. Ja. Dat je toch als eerste daar dan oppakt. Ja. Deze spreekt mij meteen aan, het is gewoon lekker helder, duidelijk, grote letters. Ja. Maar dat hoeft niet per se kleur te zijn, hè? Nee, het hoeft niet per se kleur te zijn. Nee, maar het is alles dus. Ja, of een illustratie, ik heb hier ook even kijken. Nou, ik heb hier niet echt een goed voorbeeld, maar kijk, dan is het zo leuk geschreven of zo. Dat valt ook op. Of hier, nou ja. Ja, nee, je hebt gelijk. Eigenlijk is kleur van. Ja, dat valt allemaal lekker, ja. Ja. Is het bij jou al gelukt om hem te vinden of niet? Ja, niet de echte, maar ik heb hier wel de digitale versie. Ik weet niet of mensen... Daar ben ik echt hartstikke blij mee. Arnold, lukt dat? Zegt hij. De cameraman is meestal niet echt. Nu gaat het wel, oké. Okay. Net is wel fijn dat u thuis kan zien, ja. Maar dat is inderdaad gewoon omdat Loes hier achter mij allemaal potjes Ecoline heeft staan. En dan zit je te zoeken naar de uitvoering van een illustratie. En dan denk je ineens, hey, laat ik dit eens proberen. En dat is toch fijn dan dat er zoveel mogelijkheden en inspiratie om je heen is. Dus we gaan ook nog veel van jou zien, denk ik. Dat hoop ik wel, ja. Dat hoop ik ook voor jou. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Loes, Floor, jullie ook hartstikke bedankt. Jouw nieuwe boek, wanneer komt die uit? September. Voor de kinderboekenweek. Duurt nog wel even. Maar... Ja, heel slim natuurlijk voor de kinderboekenweek. Ja. Prijzen. En waar ben jij nu mee bezig? Ik ga in mei beginnen met het raadsel deel 2. Dus dat komt eind dit jaar. Het raadsel van alles wat leeft met schrijver Philip Huff. Ja, nee, niet Philip Huff, maar Jan-Paul Schutte. Oh, Jan-Paul Schutte, ja. Ja, maar Philip Huff is ook heel leuk. Maar nee, dat gaat over het lichaam, menselijk lichaam. Oh ja. 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 Dus oké. Nou, dankjewel, dames. U bedankt voor het kijken naar NH Leeft. Dit was het weer. Heeft u tips? Wilt u ergens een keertje binnenkijken? Of wilt u zien hoe mensen nou eens werken? Mail ons nhleeft@rtvnh.nl. En u kunt mij volgen op Twitter als u het leuk vindt om te horen wat ik allemaal doe eigenlijk. Achter de schermen ook bijvoorbeeld. @Roos Abelman op Twitter. Bedankt. Dag hoor.